Welkom bij het tweede college fonologie. Deze keer gaan we echt fonologie doen. Vorige keer was het allemaal nog een beetje metafonologie, zou je kunnen zeggen. Het ging over de fonologie, maar het was nog niet de fonologie. Het ging over hoe we fonologie afbakenen, hoe we het afbakenen in vergelijking met andere disciplines die taalgeluid bestuderen, zoals de studie van het lexicon, de studie van de fonetiek. En het ging over de vraag: wat zijn nu eigenlijk data voor de gemiddelde fonoloog? Maar het ging nog niet over de fonologie zelf. En daar gaan we nu eigenlijk meteen mee beginnen. Omdat we ons nu gaan afvragen: wat zijn de atomen van de taal? Wat zijn nu de kleinste samenstellende delen van taal? En op het eerste gezicht denk je misschien: dat zijn letters, maar dan herinner je, oh ja, fonologen die houden zich niet bezig met letters, maar met klanken. Dan denk je, ah, dan zijn het klanken. Het zijn a, t, p, k. Dat zijn de atomen van de taal. Dat zijn de kleinste samenstellende delen van de taal. Nou, dat klopt niet helemaal. Die atomen, die klanken, die individuele klanken, die we meestal segmenten noemen in de fonologie, die spelen wel degelijk een rol, maar er blijkt iets te zijn dat nog kleiner is. En wat nog kleiner is, dat noemen we kenmerken. Dat klinkt een beetje gek, want dat klinkt een beetje abstract, maar wij stellen ons kenmerken dus als heel concrete objecten voort. Maar eerst iets over die segmenten. Alle talen hebben die. Alle talen hebben klinkers en medeklinkers. Dat is eigenlijk een eerste fonologische observatie die we kunnen maken. In alle talen kun je ieder woord verdelen in, op een soort horizontale manier verdelen, klank na klank, segment na segment. Die segmenten zijn afgebakend van elkaar en het is een beperkt aantal. De kleinste talen hebben er 10 of 11, zoiets, klinkers en medeklinkers bij elkaar. Dat is bijvoorbeeld Hawaïaans. De grootste talen, dat zijn bijvoorbeeld Bantu-talen die in Zuidelijk Afrika worden gesproken. Die hebben er meer dan 150. Dat hangt allemaal een beetje af van hoe je precies telt. Maar dat is een beetje de bandbreedte waarin het zich bevindt. Dus tussen de 10 en de 150 klanken. Alle talen hebben dus een soort Lego-steentjes, bouwdoos van klanken. En ieder woord is opgebouwd uit een aantal van die Lego-steentjes. Dat klinkt heel logisch, bijvoorbeeld omdat wij gewend zijn om te denken aan taal in termen van alfabetisch schrift. En alfabetisch schrift werkt natuurlijk ook precies zo. Je schrijft eerst een A en dan een T en dan heb je het woord at geschreven. Maar op zichzelf, als je het even los ziet daarvan, misschien is dat wel een kunstmatige uitvinding per slot van rekening, dat alfabetisch schrift. Als je het dus even los ziet daarvan, dan is het misschien helemaal niet zo logisch. Waarom is dat eigenlijk zo? We kunnen met onze mond en lippen en handen, kunnen we allerlei verschillende klanken maken. En waarom is niet ieder woord in ieder geval in sommige talen ieder woord eigenlijk gewoon een soort punt in die klankruimte. Dus het woord voor man is en het woord voor vrouw is en het woord voor kus is en het woord dus voor man kust vrouw is wat dan ook weer man. Nou ja, dat was of wat dan ook. He, dus ieder woord is een klank, een geluid. Een verder niet analyseerbaar geluid. Maar zo werken talen niet. Zoals gezegd, iedere taal die bestudeerd is, en ik denk dat je kunt zeggen dat we toch wel een soort representatieve steekproef uit alle talen hebben genomen. Al die talen kun je op de een of andere manier alfabetisch schrijven. Geen enkele taal werkt zo. Het zou bepaalde voordelen hebben voor talen om wel zo te werken. Bijvoorbeeld, ieder woord is maximaal verschillend van ieder ander woord. Dus het voorkomt misschien mogelijke verwarring.
Terwijl, ja, als je een taal hebt, zo, dus het Nederlands heeft, laten we zeggen, zo'n 40, 5, tussen de 40 en de 45 verschillende klanken, ook weer afhankelijk van hoe je telt. Ja, die klanken lijken op elkaar, en ook nog eens een keer. Dus je krijgt er niet allerlei woorden die eigenlijk veel op elkaar lijken qua klank. En dat heeft dus iets onpraktisch, in zekere zin. En toch kiest iedere taal voor dat onpraktische. Volgende observatie. Iedere taal verdeelt ook die verzameling segmenten, die verzameling klanken, die verzameling segmenten in twee min of meer discrete deelverzamelingen. Namelijk de verzameling van klinkers en de verzameling van medeklinkers. Ook dat is iets, voor zover mij bekend, is er geen enkel tegenvoorbeeld. Iedere taal heeft klinkers en medeklinkers. En zijn verschillende soorten evidentie voor. We kunnen dat zien. Dat is niet zomaar dat dat niet zomaar een kunstmatige, door taalkundigen bedachte indeling is, maar dat het iets is hoe talen, hoe mensen, hoe sprekers van talen echt werken. Bijvoorbeeld aan het feit dat er talen zijn die alleen maar consonanten schrijven. Semitische talen zoals Hebreeuws en Arabisch zijn daar goede voorbeelden van. Daar schrijf je alleen de medeklinkers. Je kunt dat ook doen in Latijns schrift. Je hebt misschien wel eens zo'n meme gezien op internet, waarbij dan een bericht zo wordt geschreven dat je alleen de medeklinkers ziet en de klinkers worden weggelaten. Dan kun je het meestal nog begrijpen. Dat is trouwens een asymmetrie, kennelijk, tussen klinkers en medeklinkers. Als je alleen maar één van de twee opschrijft, schrijf je de medeklinkers op. Heeft misschien iets te maken met het feit dat we medeklinkers vooral gebruiken voor betekenis van woorden, van woordbetekenis. En klinkers meer voor grammaticale informatie. Nog weer in die Semitische talen kun je dat goed zien. In Semitische talen heb je zogenoemde templaten. Dus in het Bijbels-Hebreeuws is MLK. Alles wat met MLK geschreven wordt, heeft iets te maken met konings of koninklijk. Hoe dat precies zit, of het een zelfstandig naamwoord is, en enkelvoud of meervoud, al die dingen worden uitgedrukt met klinkers. KTB is in een heleboel Semitische talen het woord, de wortel, zoals ze dat dan noemen, voor boek. En je maakt het woord boek of het woord van het boek of wat dan ook door daar klinkers op een bepaalde manier doorheen te strooien. Nou, dus dat soort asymmetrieën laten duidelijk zien dat in ieder geval, natuurlijk in ieder geval in die talen, er verschil is tussen klinkers en medeklinkers. Maar er zijn meer soorten van evidentie daarvoor. Die komen bijvoorbeeld uit afasie. Uit mensen die een spraakgebrek hebben na een hersenbloeding. Een spraakgebrek dat dus wordt beïnvloed doordat een deel van de hersenen is aangetast. Er bestaan vormen van afasie waarbij mensen opeens alleen de medeklinkers niet meer kunnen maken of niet meer kunnen herkennen, terwijl de klinkers intact zijn. Of omgekeerd. Kennelijk zitten klinkers en medeklinkers dus op verschillende plaatsen, lichtelijk verschillende plaatsen, in ons hoofd en kunnen die los van elkaar dus worden aangetast. Je ziet het ook in versprekingen. Versprekingen zijn misschien wel een soort heel lokale, kleinschalige vorm van afasie waar wij altijd allemaal aan lijden. Er is net even iets mis en je verspreekt je. Je zegt de dingen verkeerd. En bij die versprekingen worden vaker dan je anders statistisch zou verwachten, klinkers en medeklinkers van elkaar met elkaar verwisseld. Dus even nadenken of er nou nog andere. Kijk even in het boek, dames en heren, of er nog andere. Of ik nou iets nog nog vergeten ben. Ah, nou ja, niet veel. Maar alleen dat brainscans, dat laatste punt eigenlijk ook lijken te bevestigen. We moeten daar heel
zorgvuldig en voorzichtig in zijn. Maar het lijkt erop dat je dat ook op plaatjes van de hersenen kunt zien. Dat klinkers en medeklinkers op verschillende plaatsen zitten. Nou, dit is een eerste soort van observatie. We kunnen dus de stroomgeluid in iedere taal opdelen in discrete eenheden. En die discrete eenheden, daar zijn er twee typen van. Klinkers en medeklinkers. Als we nog verder gaan kijken, blijkt dat we die typen nog verder kunnen opdelen. Je hebt niet alleen maar klinkers en medeklinkers, maar in de verzameling medeklinkers heb je ook bijvoorbeeld plosieve tegenover niet-plosieve. Plosieve zijn plofklanken. Plofklanken die je maakt met een plofje. Door de lucht even tegen te houden, dan je mond weer los te laten. En op dat moment dat je je mond loslaat, komt de lucht vrij met een plofje. In het Nederlands zijn de p, de t en de k zulke klanken, net zoals de b, de d en misschien de g. Die g komt niet veel voor in het Nederlands, maar het zijn dat soort klanken. Het zijn klanken die je bijvoorbeeld op zichzelf niet lang kunt aanhouden zonder een bepaalde stilte te laten vallen. Dus je kunt zeggen appa, er zijn talen met lange medeklinkers, bijvoorbeeld Italiaans of Fins, appa, maar dan zit er altijd een stilte in. En dat is anders dan de meeste niet-plofklanken die je wel eindeloos kunt aanhouden. Bijvoorbeeld, de lengte daarvan wordt alleen beperkt door de lengte van mijn adem. Of de lengte daarvan wordt alleen beperkt door mijn adem. Nou, oké. Okay. Dus op die manier kun je in ieder geval fonetisch dus een verschil maken tussen twee soorten klanken. Plofklanken en niet-plofklanken. Of nasale klanken, medeklinkers, en niet-nasale medeklinkers. Nasale medeklinkers, klanken waarbij je de lucht door je neus naar buiten laat komen. Iets wat je bij jezelf kunt voelen of bij jezelf kunt zien door een spiegeltje of je iPhone onder je neus te houden en dan te zeggen. Nou, als je dat doet, dan beslaat lichtelijk je iPhone, terwijl als je een de zegt of een s, beslaat je iPhone niet. Waarom niet? Omdat er dan geen lucht door je neus komt. En zo zijn er allerlei manieren om de verzameling klanken in twee groepen op te delen. Nasale is een goed voorbeeld van iets dat door de categorieën van klinkers en medeklinkers heen gaat. Je hebt ook nasale klinkers. Bijvoorbeeld in het Frans. Dat zijn ook klanken waarbij als je je spiegeltje of je iPhone onder je neus zet, je die beslaat. Nou, dus er zijn allerlei manieren om klanken in de groep van alle klanken in een taal in tweeën te delen. Dat noemen we opposities. Er zijn allerlei opposities tussen klanken in taal. En die opposities die blijken een heel reële waarde te hebben. Die blijken heel reëel te zijn. Die blijken meer te zijn dan alleen maar een willekeurige opdeling van de klanken voor wat? Voor analyse of voor uitleg van wat je zoal allemaal kunt doen met je neus en lippen. Zo blijken klanken in je hoofd te zitten in termen van opposities. Een P zit niet in je hoofd als een onanalyseerbare P, maar als een plofklank die je maakt met je lippen en waarbij je stembanden niet laat trillen. Ik zou zeggen op zijn minst en natuurlijk als een medeklinker. En die dingen die hebben een soort eigen leven. Dus een P zit in je hoofd als plofklank, labiaal met je lippen, stemloos, misschien enzovoort. Ja, medeklinker, medeklinkerachtig. En dat noemen we kenmerken. Plofklank, labiaal, dat zijn kenmerken. En wat heel belangrijk is om te beseffen is dat die kenmerken dingen zijn. Dus kenmerken betekent eigenlijk een eigenschap van een ander ding. Maar wij zien het als dingen
die samen, het zijn kleine bouwsteentjes, en die kleine bouwsteentjes, die vormen samen het segment. Die vormen samen in dit geval de P. De P heeft een interne structuur. Het is een bundel van kenmerken. Die kenmerken zijn ook weer op allerlei manieren te detecteren. Bijvoorbeeld ook weer met versprekingen. Versprekingen kunnen ook gaan over kenmerken. Ik zeg paard in plaats van baard. Ik zeg, even mijn iPhone uitzetten. Ik zeg paard in plaats van baard. Ik zeg blauw in plaats van blauw. Dat is misschien nog een beter voorbeeld van een verspreking. En wat doe ik dan? Ik laat een kenmerk weg. Als mensen de verkeerde klank zeggen, dat geldt trouwens ook voor afasie, als mensen de verkeerde klank zeggen, dan is die verkeerde klank ligt vaak opvallend dicht bij de oorspronkelijke klank of de bedoelde klank. En dat dichtbij tel je in termen van kenmerken. Het heeft altijd relatief, heeft meer kenmerken gemeen met de oorspronkelijke klank dan je zou verwachten als je zou denken, ja, het zijn zomaar onanalyseerbare eenheden. Dit was een goed voorbeeld van een verspreking. Het zijn allemaal onanalyseerbare eenheden. Dan zou een, als je in plaats van blauw, zou je net zo goed glauw of alauw kunnen zeggen als plauw. Terwijl de kans dat je plauw zegt eigenlijk veel groter is. In je hoofd zit er dus zo'n klank opgeslagen als een verzameling kenmerken. En die, wat er mis kan gaan is dat er af en toe een kenmerk verdwijnt. Of per ongeluk wordt toegevoegd of verandert van waarde of wat dan ook. We tekenen die kenmerken ook als aparte eenheden. We zetten er vierkante haken omheen. Dus het woord blauw, laten we dat even zeggen. De eerste klank van het woord blauw, die schrijf je als vierkante haak, plofklank, vierkante haak, labiaal, vierkante haak, stemhebbend. En dat dan over het algemeen in het Engels als zijnde de internationale taal van ook deze wetenschap. We hebben ook aanwijzingen, dat ook hier weer aanwijzingen in de hersenen, dat klanken inderdaad op die manier georganiseerd zijn. Dat als je mensen in een hersenscan laat luisteren naar blauw en man en veel, dat ze dan aan het begin van die woorden eigenlijk steeds op dezelfde manier, in ieder geval deels op dezelfde manier reageren. Omdat al die klanken, de be en de pe en de ve en de fe, dat zijn allemaal klanken die je maakt met je lippen. En er ligt dus steeds iets op als mensen die klanken zo horen. Dat zegt trouwens twee verschillende dingen. Dus in de eerste plaats laat dat waarschijnlijk iets zien over de mentale, psychologische, neurologische realiteit van die kenmerken. Het laat ook zien dat als we luisteren, dat we zo'n woord kennelijk decomponeren in die kenmerken en dat die kenmerken iets articulatorisch hebben. Dus het gaat erom dat je die klanken op dezelfde manier maakt, op dezelfde manier zegt, maar het is de luisteraar die op die manier in test zo reageert. Ja, de spreker waarschijnlijk ook, maar dat is weer iets moeilijker te toetsen, omdat die spreker natuurlijk ook echt iets met zijn lippen moet doen. Dus wat er gebeurt in de hersenen, zou je kunnen zeggen, dat heeft te maken met het feit dat die hersenen instructies aan de lippen uiteindelijk moet geven om de klank te maken. Maar zelfs luisteraars hebben dat. En dat is, denk ik, een goede aanwijzing dat die klanken inderdaad georganiseerd zijn in ons hoofd als aanwijzingen voor de articulatorische organen. En die articulatorische organen zijn de stembanden, ruwweg, de stembanden, de keel, in sommige talen, de huig, de tong, de lippen. Dan heb ik denk ik het belangrijkste gehad. Ja, het zachte verhemelte, dat er kan voor zorgen dat de lucht ook door je neus naar buiten kan stromen. Vooral met onze tong,
doen we ontzettend veel, zal blijken. Dat zijn kenmerken. Die kenmerken, en dit zijn al verschillende aanwijzingen voor kenmerken. Het is ook zo dat een ander soort aanwijzing is dat talen, grammaticale regels, fonologische regels in talen vaak verwijzen naar kenmerken. Ik heb de vorige week al genoemd, in de vorige video heb ik al genoemd, dat woorden kunnen veranderen. We zeggen het woord hond, hond. Er zijn in het Nederlands geen woorden die eindigen op een D. Het woord hond is daar een voorbeeld van. Hoezo is dat een voorbeeld van? Ja, het eindigt niet op een D. Maar eigenlijk is ieder woord daar een voorbeeld van in het Nederlands, want er is geen enkel woord in het Nederlands dat eindigt op een D. Alleen bij hond zou je misschien kunnen verwachten dat het woord eindigt op een D. Nog niet eens zozeer omdat het geschreven wordt met een D, want dat zou een of andere eigenaardigheid van onze spelling kunnen zijn, maar omdat in sommige gevallen het woord hond wel degelijk ook klinkt met een D. Bijvoorbeeld, belangrijk voorbeeld, in het meervoud. Je zegt honden. Dat geldt niet voor kat. Kat eindigt op een T in het enkelvoud, net als hond. Maar in het meervoud blijft het katten. Dus het woord kat eindigt altijd op een T. Het woord hond eindigt soms op een D. Maar als het aan het eind van het woord staat, dan wordt die D een T. Zou je kunnen zeggen. En dat geldt voor dit paar, D, T. Maar het geldt ook voor de B. Ebben, webben, wordt web, app. Het geldt voor S, Z. Huizen wordt huis. Het geldt voor V, F. Lieve wordt lief. Er is ook geen enkel woord dat eindigt op een B-klank, webbe, op een V-klank, lieve, of op een Z-klank, huizen. Dat soort woorden heeft het Nederlands niet. Wat wil dat nou zeggen? Ja, bepaalde klanken zijn dus uitgesloten aan het eind van het woord. Daar lijkt het op. En die klanken worden dan vervangen door een andere klank. Maar in de eerste plaats is het geen toeval dat het precies de de, de be, de ve, de ze zijn die niet aan het eind van het woord mogen staan. Maar deze klanken hebben iets met elkaar gemeen. Dat zijn namelijk allemaal stemhebbende klanken. En stemhebbende klanken mogen niet aan het eind van een woord staan. En ze worden dan vervangen door een stemloze klank. En wel de stemloze klank die het meest op ze lijkt in termen van kenmerken. Dus een be wordt vervangen door een p. Een ze wordt vervangen door een se. Een be en een p hebben alles met elkaar gemeen. Ze zijn allebei plofklanken. Ze zijn allebei met de lippen gemaakt. Maar ze hebben één verschil, namelijk de p is niet stemhebbend, heeft niet het kenmerk stemhebbendheid. En de be heeft dat kenmerk wel. Dus dit verschijnsel laat op twee manieren iets zien over kenmerken. Het zijn alle klanken die stemhebbend zijn, die verboden zijn aan het eind van het woord. Dus de grammaticale regel verwijst naar een bepaald verbod. En dat verbod gaat over stemhebbendheid aan het eind van het woord. En het is ook zo dat die klanken, die verboden klanken, die worden dan vervangen door de dichtstbijzijnde, ook weer de dichtstbijzijnde andere klank. Net als bij versprekingen zoek je de dichtstbijzijnde andere klank en tel je dat dichtstbijzijnd zijn in termen van kenmerken. Dat is denk ik een heel sterke aanwijzing voor kenmerken. En dit verschijnsel, dat we in het Engels final devoicing noemen en in het Nederlands verharding of soms auslautverhärtung, of verscherping is ook een Nederlandse term. Dit verschijnsel vinden we niet alleen maar in het Nederlands, maar in heel veel talen van de wereld. We vinden het ook in het Duits, we vinden het ook in het Russisch, we vinden het ook in het Turks. Ik heb dat geloof ik in de vorige video ook al gezegd, maar we kunnen het alleen maar onderstrepen. Je vindt het in heel veel talen en je vindt het eigenlijk altijd op deze manier. Het gaat niet over een individuele klank die je vervangt. Ik denk niet dat er talen zijn die alleen maar de D vervangen door een T
aan het eind van een woord. Er gaan altijd die andere klanken ook mee. En dat is logisch, omdat de logica erin is van kenmerken tellen. Dus al die talen doen dat. Fonologische processen, zeggen we dan, die laten zien dat dit zo gebeurt. Maar er is nog één extra draai aan. Want ik zeg dat dan wel. Stemhebbendheid is verboden aan het eind van een woord. In het Nederlands. Stemhebbende medeklinkers kunnen niet voorkomen aan het eind van het woord. Maar het geldt niet voor alle stemhebbende medeklinkers. Het geldt niet voor alle stemhebbende klanken. De m is bijvoorbeeld ook stemhebbend. Als je m zegt, dan voel je je stembanden trillen. Dat is in het algemeen trouwens een goede truc die je je vast nog herinnert van het college voor fonetiek. Als je m zegt, voel je je stembanden trillen. Dus de goede truc is, stemhebbendheid kun je voelen. Je kunt hem iets beter voelen als man dan als vrouw, want mannen hebben een wat groter, meer prominente ademsappel over het algemeen. Maar je voelt het. Als je z zegt, dan voel je iets trillen hier. Als je s zegt, voel je diezelfde trilling niet. En dat is het verschil tussen stemhebbend en stemloos. Terwijl nu, bij m, voel je die stembanden altijd trillen. En toch kan een m, of een n, of een r, of een l kunnen, die allemaal ook zo op dezelfde manier stemhebbend zijn. Maar ze kunnen allemaal ook aan het eind van een woord staan. Hoe zit dat nu? Waarom is dat dan het geval? Dat is omdat een niet iedere fonetische eigenschap van een woord, van een klank, ook een fonologisch kenmerk is. De stemhebbendheid van de B is een fonetische eigenschap van de B en een fonologisch kenmerk van de B. De stemhebbendheid van de M is geen kenmerk, fonologisch kenmerk van de M, hoewel het wel een fonetische eigenschap is. En waarom is dat zo? Omdat er geen stemloze M is in het Nederlands. Er is geen gefluisterde M en N en L en R bestaan natuurlijk als gefluisterde taal, maar er is geen verschil, er is geen oppositie tussen een M en een. Er zijn niet twee woorden te vinden van het Nederlands of van het Turks of de meeste andere talen die van elkaar verschillen doordat de ene een stemhebbende m heeft en de andere een stemloze. In zekere zin komt die stemhebbendheid automatisch door de manier waarop je de m maakt. Hij is er dus wel, maar hij is niet gespecificeerd. Hij is niet gespecificeerd in de taal. Hij is niet nodig voor de taal. Er is geen betekenisverschil tussen m en een gefluisterde. Er is nooit, dat gebruik je nooit. En het komt fonetisch automatisch. Je kiest eigenlijk de makkelijkste weg in dat geval. Als er toch geen verschil is, kies je de makkelijkste weg. En bij een M is die makkelijkste weg in zekere zin zeggen. Die stemhebbendheid is dus gezien vanuit de taal eigenlijk een soort toevallige eigenschap. Het komt voort uit de mechanica van de fonetiek. En daarom hoef je het taalkundig niet op te schrijven, maar lijkt het ook dus taalkundig geen rol te spelen. Een m aan het eind van het woord kan best een m blijven. Sterker nog, het is heel raar om te zeggen, ik loop op de dam of zoiets. Omdat dan final devoicing, verscherping aan die regel zou voldoen. We zeggen dan, kenmerken zijn contrastieve eigenschappen van klanken in taal. Het zijn alleen die contrastieve eigenschappen. In grote lijnen moet ik zeggen, er is discussie over tussen fonologen, maar ik denk dat je in grote lijnen kunt zeggen, het zijn alleen de contrastieve eigenschappen die lijken te tellen in taal. Bijvoorbeeld in verschijnselen zoals final devoicing. Nou, met andere woorden, we hebben weer een heel gamma aan evidentie aan, voor het fonologische kenmerk. In versprekingen, in allerlei andere soorten van psycholinguïstische evidentie, in neurologische evidentie, in de talen zelf. Een laatste type daarvan moet ik ook nog noemen, dat is een typologische vorm van evidentie. En dat is dat in talen van de wereld,
Met name vooral de medeklinkersystemen, om de een of andere reden, de neiging hebben om in rechthoeken georganiseerd te raken. Als je twee talen hebt en de een heeft een P en de ander heeft geen P. Van die laatste type zijn er niet heel veel voorbeelden, maar misschien zijn er die toch wel. Maar de een heeft een P en de ander heeft geen P. En je moet raden welk van die twee talen heeft een B. Dan moet je al je geld inzetten op de taal die een P heeft. Want de kans is veel groter dat je een B hebt als je ook een P hebt, dan wanneer je geen P hebt. En de reden daarvoor is iets wat we noemen kenmerkeconomie. Talen bestaan uit kenmerken en die kenmerken die herbruik je eventueel, of eigenlijk liefst zoveel mogelijk. Precies dat systeem waar ik eerder mee begon, van of wat het ook precies was, dat is maximaal oneconomisch in termen van kenmerken. Want iedere klank verschilt op heel veel verschillende manieren van elkaar. En talen hebben de voorkeur voor economie. Om een beperkt aantal kenmerken te hebben en dan alle klanken te maken met behulp van een beperkt aantal kenmerken. Je ziet bijvoorbeeld hier even de kenmerktabel van het Hawaïaans, een taal met heel weinig medeklinkers. En je kunt dan precies zien dat het een precies onderscheid maakt tussen klanken die met de tong worden gemaakt en klanken die niet met de tong worden gemaakt, enzovoort. Als je een nasale klank hebt en je maakt klanken met de lippen, dan heb je over het algemeen ook een nasale klank die je maakt met de lippen. Dus talen hebben de neiging om hun medeklinkersystemen in dit soort rechthoeken te organiseren. Daar zitten vaak wel ook bepaalde gaten in die rechthoeken, bepaalde klanken die je logischerwijs zou kunnen maken, maar die er niet zijn. Maar het aantal gaten is eigenlijk, blijkt uit statistisch onderzoek, kleiner dan je bij een volkomen toevallige distributie in ieder geval zou verwachten. Talen hebben dus kenmerken en ze maken ook gebruik van die kenmerken. Bovendien, als laatste bouwsteentje in onze bewijsvoering, zou je kunnen zeggen, lijken ook kinderen die een taal aan het leren zijn. En die, een van de taken bij het leren van die taal is het leren van de klanken van die taal. Wel nu, ze lijken niet die klanken één voor één te leren, maar voor een heel belangrijk deel, en met als je een aantal complicaties daar nog in onderbegrijpt, en die complicaties, daar komen we vast nog een keer op terug. Maar ze leren kenmerk voor kenmerk. Als een kind een T en een P kent, en dat kind leert de D, dan is het over het algemeen zo dat dat kind onmiddellijk op datzelfde moment ook de B heeft geleerd. In grote lijnen is dat zo. Dus er zijn allerlei kinderen onderzocht, de gang van allerlei kinderen. En welke klank ze het eerst leren en welke het laatst, daar zitten individuele verschillen in. Al zijn er ook een heleboel dingen hetzelfde in. Maar wat daar in ieder geval hetzelfde in is, is deze observatie. Dat ze klanken lijken te leren als groepen. Als ze de truc voor de m doorhebben, lucht gaat door de neus, dan kunnen ze diezelfde truc eigenlijk ook heel snel of meteen toepassen op de m en de m klanken die je ergens anders in je mond maakt, maar met diezelfde truc. Ze leren dus bepaalde articulatorische trucs en kunnen die op alle klanken tegelijkertijd toepassen. Maar het is eigenlijk nog sterker, want dit is nu in termen van welke klanken ze kunnen maken, maar we weten dat kinderen ook een tijd lang bepaalde woorden beginnen te vermijden, bijvoorbeeld omdat ze die woorden wel, hoewel ze die woorden wel kennen en ook al wel eerder hebben gezegd, maar even nog te veel bezig zijn met te proberen die bepaalde truc te leren. En dat geldt dan ook weer voor alle klanken bij elkaar. Dus welke woorden kinderen proberen te zeggen, ook al gaat het niet helemaal goed, dat is onderhevig aan diezelfde restrictie. Dus het lijkt iets dieper te zijn dan alleen maar, ja, ze moeten de truc leren van je zachte verhemelte optillen of hoger houden, zodat de luchtstroom ook door je neus naar buiten kan gaan. Het is wel degelijk ook iets cognitiefs. Het is wel degelijk ook iets waar die kinderen
kennelijk weten. Dat zijn zo'n beetje de aanwijzingen die we hebben voor het bestaan van kenmerken. Wat die kenmerken nu precies zijn, wat de inhoud van die kenmerken is, dus ik heb er nu een paar genoemd, labiaal en plosief enzovoort. Daar verschillen de meningen van geleerden tegenwoordig al over. Daar is wel veel discussie over. Zijn die kenmerken nu aangeboren? Dus zit in het taalsysteem ergens aangeboren dat je gaat letten op bepaalde type klanken? Of leer je dat gewoon? Is het een toeval dat alle talen een te klank hebben? En dat dus het kenmerk coronaal, zoals ze dat noemen. Dat betekent, je maakt het achter je tanden, op dat riggeltje dat achter je tanden zit en dat we de corona noemen. Is dat kenmerk nu een aangeboren kenmerk? Of is er nu eenmaal iets wat toevallig heel simpel is aan het maken van je tongpunt plaatsen op die corona daarachter en komen alle talen daar dus terecht? Dus in dat laatste idee zijn kenmerken, het is wel zo dat het een eigenschap van menselijke taal is dat je klanken opdeelt in kenmerken. Dat lijkt eigenlijk onbetwistbaar het geval. Ik weet echt geen voorbeeld van een taal waarin je dat niet zo zou kunnen zeggen. Maar de inhoud van die kenmerken zou wel degelijk aangeleerd kunnen zijn. Nou, ik weet het niet. In deze cursus gaan we daar ook niet heel erg op in. Ik heb er wel ideeën over, maar ik weet niet zeker te zeggen dat die ideeën precies helemaal kloppen. Er zijn zoveel bewijzen voor links en voor rechts, zou ik maar zeggen, dat ik dat niet precies zou durven zeggen. Wat wilde ik nou zeggen? Ik ben nu een beetje verstrikt in mijn eigen betoog. Oh ja, wat ik gewoon wilde doen is dit opzij schuiven. Nou, dus hoe dat ook zij, het is wel duidelijk dat er bepaalde type kenmerken heel veel terugkomen. En dat die kenmerken ook weer op een bepaalde manier gegroepeerd kunnen worden. En voor die groepering is het eigenlijk handig om die drie kenmerken te nemen die ik daarnet noemde voor de B bijvoorbeeld. Dus dat was het kenmerk plofklank. Plosief, zeggen we ook wel, plosief in het Engels. Het kenmerk labiaal, labial, voor met de lippen. Dat is het Latijns woord voor, Latijns adjectief voor met de lippen. En stemhebbend. Dat zijn voor medeklinkers in ieder geval drie heel belangrijke groepen van, voorbeelden van drie belangrijke groepen van kenmerken. Plofklank, dat noemen we de wijze van articulatie. Dus je kunt zo'n plof maken, zoals ik heb beschreven. Je kunt sis-klanken hebben of wrijfklanken. Dat is de s en de v en de v en de z. Dat zijn klanken waarbij je een kleine obstructie maakt in de mond. Waardoor de lucht met moeite naar buiten komt. Waardoor de lucht een soort turbulentie gaat vertonen. En dat, die turbulentie is feitelijk wat je hoort bij de s en de v en de v en de z. Dat noemen we wrijfklanken of fricatieven. Dus dat is een andere vorm, andere wijze van articulatie. Nasale klank heb ik al genoemd, waarbij de lucht dus voor een deel door de mond en voor een deel door de neus naar buiten komt. Of zelfs helemaal alleen maar door de neus, zoals in het geval van nasale medeklinkers zoals de m. Daar kan geen lucht naar buiten door je mond. Dan zijn er de zogenaamde liquid, hè, dus dat staat voor vloeibaar. Dat zijn de vloeiklanken, dat is ook wel het Nederlandse woord ervoor. Dat zijn de L en de R in het Nederlands. En in sommige talen zijn er minder en in sommige talen zijn er misschien zelfs wel meer. Dat zijn klanken waarbij de lucht min of meer onbelemmerd al naar buiten kan komen, maar je met je tong iets doet onderweg. Dus bij de L laat je met je tong, komt eigenlijk de lucht langs de beide zijden van je tong naar buiten. En bij de R, ja, daar maak je een bepaalde trilling met je tong, of zoals ik het nu doe, met je huig. Dus de lucht komt naar buiten, maar je doet er iets raars mee. En dan zijn er dus de klinkers, waarbij je de mond open doet en de lucht zomaar naar buiten komt. En voor die klinkers heb je dan weer zogenoemde hoogteverschillen. Dus een A is
noemen we een lage klinker. Om A, als je deze video kijkt, om voor de hand liggende redenen A, terwijl een I of een O of een U zijn hoge klinkers, want je mond zit min of meer dicht. Er worden ook wel gesloten klinkers genoemd. Een A wordt ook wel een open klinker genoemd, maar ik gebruik de termen laag en hoog, die denk ik het meest gebruikelijk zijn in de literatuur. Nou, dit is allemaal vormen van wijze kenmerken, waar plofklank dus ons eerste voorbeeld van was. Tweede kenmerk dat we noemden was labiaal. Dat is een voorbeeld van een plaats van articulatie kenmerk. En die plaatsen van articulatie zijn er in het Nederlands eigenlijk drie, namelijk met de lippen. P, b, t, d, sorry, p, b, m, v, f, enzovoort. V, f, allemaal, zijn allemaal klanken die je voor in de mond maakt, maar dan met verschillende wijzen. En dus labiaal is dat is de eerste. De tweede is coronaal, heb ik eigenlijk ook al genoemd. Dat is t, d, s, z. En misschien ook de l. Dat zijn klanken die je dus maakt op die corona, op dat corona. Nou, oké. Okay. Op dat riggeltje vlak achter je tanden. Onschuldiger betekenis van corona. Dat betekent natuurlijk uiteindelijk ook gewoon kroon. En de derde plaats van articulatie die we in het Nederlands gebruiken is de velaire. Dat is achter in de mond. Daar zitten k en de g en de g en de g. Enzovoort. Ja, over de harde G en de zachte G valt nog wel het een en ander te zeggen. Dat zal ik later ook nog wel een keer doen. Maar dat zijn de verschillende articulatieplaatsen van het Nederlands. Zijn er dus drie. Eigenlijk bijna alle medeklinkers met een paar uitzonderingen zoals de H en om andere redenen de R kun je op een verschillende articulatieplaats zetten. De H omdat je die maakt zonder dat je een van je articulatieorganen gebruikt, maar door een soort wrijving in je keel te produceren. En de R, doordat je die op zoveel verschillende plaatsen in je mond kunt maken. Hè. Dus ik maak hem dus met mijn huig, of ik kan ook zeggen R, dan maak ik hem ook achter in de mond. Er zijn mensen, ik kan dat niet, die maken nog een tongpunt R, of die zeggen een R of een E. Een R kan je op minstens 20 verschillende manieren maken in het Nederlands. En dat doen Nederlanders ook volop. En die 20 manieren zitten allemaal op een verschillende plaats in de mond. Dat is heel eigenaardig. Een P kun je maar op één plaats in de mond maken. Maar een R kun je op allerlei plaatsen in de mond maken. En dat is dus een klank die een beetje door die categorieën heen gaat. Of die misschien geen eigen plaats van articulatie heeft in het taalsysteem. En het derde kenmerk was het kenmerk stemhebbendheid. Dat noemen we een laryngaal kenmerk. Larynx is je strottenhoofd. Die stemhebbendheid maak je door je glottis, door je stembanden te laten trillen tegen elkaar. Die maak je dus hier. En dat is dus een laryngaal verschil tussen talen. In het Nederlands is dat eigenlijk het enige wat je doet met je larynx. In ieder geval taalkundig gezien. Er zijn ook talen die die soort schraapklanken daarmee kunnen maken. Er zijn talen die Peter zeggen, zoals dit is een beetje een slecht Engels, Peter. Dus die soort na een plofklank nog een extra zuchtje laten gaan. Dat is allemaal een kenmerk van laryngaal. Nou, met die drie dimensies heb je eigenlijk de belangrijkste dimensies van medeklinker kenmerken gehad. En ik heb tussendoor eigenlijk ook al iets gezegd over klinkerkenmerken. Dus je hebt die hoogte, hoe hoog in de mond maak je een klank. En dan heb je ook voor klinkers plaatsen van articulatie. En dat zijn in zekere zin dezelfde. Je kunt een klinker ook maken met je lippen. Oe, labiaal. Je kunt een klinker maken voor in je mond. Vlak bij je corona, coronaal. Dus i. Je kunt het zelf voelen. Als ik live college geef, dan hebben studenten er altijd problemen mee, want dan sta ik dat uit te leggen en dan durft niemand dat eigenlijk te proberen, want ze zijn allemaal een beetje verlegen ten opzichte van de andere studenten. Maar nu zit je dus in je eigen kamer in quarantaine en dus profiteer daarvan door dat soort klanken zelf te maken, een i, en te voelen dat je daarbij inderdaad de voorkant van je tong optilt. Terwijl je bij een O of ook een O de achterkant van je tong optilt. Een O is dus een klank die je maakt met je lippen
en met de achterkant van je tong. Maar hoe dat ook zij, dus je kunt bij klinkers die plaats van articulatie wat makkelijker combineren. In ieder geval in het Nederlands. Er zijn talen van de wereld waar je ook bij medeklinkers plaatsen kunt combineren. Maar het zijn dezelfde plaatsen van articulatie. Het zijn steeds diezelfde drie. Ook dit is weer niet helemaal universeel. Er zijn ook wel talen die meer plaatsen, die ook echt de keel bijvoorbeeld meer gebruiken. Of die meer gebruik maken van plaatsen tussen coronaal en velair in. Tje, tje, tje. Dat zijn zogeheten palatale klanken. Maar het Nederlands heeft deze drie. En deze drie, dat zou je kunnen zeggen, zijn zo'n beetje de basis drie plaatsen. Er zijn talen die nauwelijks gebruik maken van plaats van articulatie. Maar de meeste talen die dat wel doen, gebruiken in ieder geval deze drie. Oké, dus dat is een klein inkijkje in die wondere wereld van die atomen van die taal. De atomen van de taal zijn dus niet de individuele segmenten, niet de individuele klinkers en medeklinkers. Het zijn de kenmerken, kleinere dingetjes, kleinere instructietjes in je hoofd, die samen een kenmerk maken, maar die ook een eigen leven leiden.